Een filmset langs de Schelde. Een maand lang was dit het thuis van de bekroonde Britse acteur Ben Kingsley en Bondgirl Monica Bellucci. De Israëlische regisseur Eran Riklis draait hier Spider in the Web, een spionagetriller. En zijn acteurs konden tussen het werk door en incognito België verkennen. Beautiful towns and very nice people. Very friendly, very the relation between people are very human and great restaurants. Action. Kingsley kruipt in de huid van Mossad-spion Aderet, die nog een laatste geheime missie moet volbrengen, maar verstrikt raakt in het web van de mooie, gevaarlijke Angela. Een rol voor Bellucci, uiteraard. Geluid graag. Maar ook Vlaamse acteurs, onder meer Hilde van Mieghem en Philippe Peters, staan op de set. En zelfs Philippe Peters was toch een beetje starstruck. Ja, dan in één keer moet je dan wel er staan. En zeker de eerste dag. En je hebt zo 5 bladzijden tekst. Ja, dan, en een cruciale scène. En dan staat in één keer Sir Ben Kingsley voor u. En dan, ja, dan moet je gewoon alles geven. Dus billen dicht en gaan, hè. Did you also had to play with the Belgian actor Philippe Peters? Do you still remember, and how was that? We have one scene together, two strong scenes together, and he's very, very talented. He was very nervous. Really? Al dat talent in de bioscoop bekijken kan pas in 2019. Een exacte datum is er nog niet.